Zoek jij uitdagingen in je werk? Begrijpelijk, want uitdagingen zijn belangrijk om je te blijven ontwikkelen. Je leert ongewone problemen op te lossen, je leert moeilijke obstakels te overwinnen of risicovolle beslissingen te nemen. Maar niet elke uitdaging is hetzelfde. Je kunt onderscheid maken in twee types. Je hebt zichtbare en afgebakende uitdagingen. Denk hier bijvoorbeeld aan het geven van een presentatie namens je organisatie. En je hebt minder zichtbare en minder afgebakende uitdagingen. Denk hierbij aan taken die niet direct aansluiten bij je opleiding of je achtergrond. Hoe zorg je er nou voor dat een uitdagende werkervaring goed bij je past? Door wetenschappelijk onderzoek weten we dat het soort uitdaging dat je zoekt afhangt van je persoonlijke doel. Wil je vooral jezelf verbeteren, dan zoek je beide type uitdagingen, zichtbaar en meer privé. Ben je meer competitief ingesteld en wil je vooral aan anderen laten zien wat je kan, dan spreken uitsluitend zichtbare uitdagingen jou aan. Voor werkgevers is het dus belangrijk om rekening te houden met de persoonlijke doelen van werknemers en onderscheid te maken tussen zichtbare en privé uitdagingen. Voor werknemers is het belangrijk om goed kenbaar te maken welk type uitdaging je wilt, zodat je plezier houdt in je werk. Wil je meer weten over ons onderzoek over doelen en uitdagingen? Volg dan onderstaande linken.